Prachtig lied van het koor I Will Rise. En ik ben erg blij dat ik op Moederdag als gast heb. Ik noemde het al de burgermoeder van Delft. Marja, van harte welkom. Hoe is jouw Moederdag begonnen? Ja, dat is natuurlijk een heel klein verband samen met mijn echtgenoten. En ja, we hebben de jongens die bellen uit het Amsterdamse vandaan, die daar al een aantal jaren op zichzelf wonen. Dus eventjes met elkaar contact. En dat is natuurlijk wel heel fijn. Vind je het moeilijk als moeder dat je niet je kinderen kunt omhelzen? Ja, ik vind het jammer dat ik ze niet kan omhelzen. Ja, dat voel je gelijk. Als je het zegt, dan voel je het ook. Maar ik ben blij dat ze gezond zijn. En die hebben ook de rust en de zekerheid van een baan. En dus in dat opzicht zijn het ook bevoorrechte mensen, net als ik overigens. Ja. Ja. Ik volg je op Facebook en dat je laat je weten, ik ben nu op de markt geweest. Ik heb de ondernemers bezocht, ik ben van winkel tot winkel gegaan. Dus je maakt als burgemeester ook mee dat een stad, jouw stad, die mooie stad, waar zoveel toeristen nu zouden ronddwalen en die zijn er niet, maar dat ook de winkeliers het ontzettend moeilijk hebben. Ja, nee, dat is gewoon waar. Grijp je dat aan? Ja, dat grijpt me zeer aan. Echt, ondernemerschap is er heel veel bij ons in de stad. En het doet heel veel pijn dat ook heel veel jonge ondernemers, ondernemers in de horeca, nu zo geraakt worden. En dat is het drama na het drama van de virus. Dat is echt wel heel mooi, het drama na het drama. Ja, ja. En dat is ook wel de reden dat ik als burgemeester ook zeg, mensen, hou je echt aan de regels. Hè? Aan de regels van die anderhalve meter, als je niet lekker bent, blijf thuis. Want met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat het beheersbaar is. Hè? Dat de ziekenhuizen het kunnen blijven doen. En dat maakt weer dat er, als dat beter en beter gaat, dat er meer ruimte ontstaat om ook weer te ondernemen in sectoren die nu stilgelegd zijn. En dat duurt nu al weken. En voor die mensen gaandeweg wordt het steeds moeilijker. En het perspectief is onvoldoende scherp. En daar kan niemand wat aan doen. Ik heb grote bewondering voor de regering. Voor Mark Rutte die dat oppakt. En men probeert middelen beschikbaar te krijgen. En mensen te helpen. Maar het is voor heel veel mensen in onze samenleving is het gewoon een hele zware tijd. En moeilijk ook om ermee om te gaan, omdat het zoiets anders is dan wat je eigenlijk normaal meemaakt. Je bent minister van Onderwijs geweest, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Ben je eigenlijk blij dat je het nu niet meer bent? Want het is nu een hele zware taak, bijvoorbeeld voor Arie Slob. Zeker. Elke keer hoor ik, dan moet de afweging gemaakt worden, wel of niet naar school. Ik heb groot respect voor het besluit dat hij genomen heeft. Ik denk dat het ook echt een goed besluit is voor onze kinderen. Die gewoon toch lekker gewoon ook uit huis moeten kunnen gaan. Onderwijs goed moeten krijgen, want we weten dat kinderen heel snel achter kunnen gaan lopen. Zeker kinderen uit kwetsbare gezinnen. Maar we weten ook dat er gewoon kinderen zijn voor wie de school een vluchtheuvel is. En want niet in elk gezin is het veilig. Ook in Delft hebben we, dat doen we met de leerplichtambtenaar, een aantal kinderen gewoon echt weer een beetje boven water moeten vissen, omdat we eigenlijk geen contact ermee kregen. Maar ik ben vooral blij dat nu de scholen weer open gaat. Ja. De kerken zijn dicht in Delft. Ja. Zelfs die mooie nieuwe kerk in Delft, die een van de bekendste kerken van Nederland is. Ja. Op zondag geen diensten? Nee, klopt. Het is een paar uur per week kan je binnenlopen. De Protestantse kerk heeft het samen met de Katholieke kerk. De Jessekerk is ook een aantal uren open. Dat is heel fijn, want heel veel mensen vinden het toch fijn om even een kaarsje aan te steken. Even de gewijde sfeer van de kerk te proeven. Maar ze zijn heel streng daarin. Maar dat gaat tot op heden goed. Je bent bekend als iemand met een christelijk achtergrond, voorzitter van het CDA geweest. Vind je het ook moeilijk waarom dit ons overkomt? Ik vond dat de paus dat heel mooi zei. De paus heeft natuurlijk twee prachtige preken gehouden de afgelopen maand. De eerste preek bij het Urbi et Orbi gaf hij aan, we dachten gezond te kunnen blijven in een zieke wereld. En dat vond ik eigenlijk zo'n bijzondere uitspraak. Want zo is het natuurlijk wel. We hebben gewoon toch onze wereld, wij vragen te veel van onze wereld. En met de globalisering heb je het ook niet meer in de greep. Hè? Alles gaat vliegensvlug. En ik denk ook wel dat we moeten nadenken over welke lessen trekken we uit deze ervaring. En overigens ook welke goede lessen. Ja, als je bijvoorbeeld voor het thuiswerken
Dat kost vaak heel veel moeite om dat te organiseren. Ik heb nu gezien dat het in 1-2 weken tijd iedereen gewoon digitaal vergadert. Dus je zou heel goed kunnen kijken naar de toekomst. Moeten we gewoon niet met elkaar toch een soort stelregel hebben? 40% werk je thuis. Het scheelt heel veel mobiliteit. Meer rust ook op plekken in gezinnen. Zeker als de kids dan ook naar school zijn. Hè, dus ik vind, je moet wel nadenken en ook over die enorme import-export moeten we ook heel goed nadenken. Hoe doe je dat evenwichtig? Denk je dat we naar een andere samenleving gaan? Ik hoop ten dele wel, maar daar zal wel echt gericht aan gewerkt moeten worden. Je moet eigenlijk een soort denktank nu installeren die eigenlijk al gelijk gedurende dit proces gaat kijken wat betekent dat voor de toekomst en wat zouden we in nieuwe verkiezingsprogramma's en een nieuw coalitieakkoord volgend jaar mee willen nemen. Maar dat moet ook op Europees niveau en op mondiaal niveau. Ik ben nog even bij de pauze, want ik weet ook eens een indrukwekkende preek. Dat was Jezus in de storm, in het bootje met zijn discipelen op het meer van Tiberias. Ja, en dat was zo mooi, dat het vertrouwen wat er niet was. En dan komt uiteindelijk komt steeds Jezus terug van heb vertrouwen. Dat vond het heel mooi hoe hij dat verwerkte in dat thema. En ook toch de oproep die hij deed om met elkaar dingen beter te gaan doen. Ja. Ja, ik geloof heel erg in de zachte kracht. Een van de mooie verhalen die ik zelf ook vroeger toen ik de kindernevendienst nog deed in de kerk. En ik weet niet of het echt gebeurd is, maar het is een prachtige, zeg maar, Joods verhaal. En dat was het verhaal over David die op de vlucht was voor Saul. En David, op een bepaald moment zit hij in het gebergte. En Saul is hem echt op de hielen met zijn legermacht. En hij kan eigenlijk geen kant meer op, alleen hij ziet een grot waar hij nog in kan duiken. En hij duikt erin, maar hij staat er met kloppend hart, want hij denkt, ja, ze moeten mij hier vinden, want dit was eigenlijk de enige oplossing. Hij bidt tot God om hulp. En wat doet God? God stuurt een spin. Die spin maakt echt binnen no time een spinnenweb. En de soldaten komen eraan met Saul. En ze hebben het gevoel, we hebben hem haast. En opeens is hij weg. De aanvoerder van de legermacht die staat daar bij die grot en ze zeggen, laten we in die grot kijken. En die man kijkt en zegt, nee, hij zegt, daar zit een spinnenweb, daar kan hij niet zijn. En ze gaan weer door. En zo werd David dan gered door de kracht van een spinnenweb. En wat het verhaal ook vertelt, het is een verhaal, ik weet niet of het echt gebeurd is, maar wat het verhaal ook vertelt, is dat spinnenweb heeft de vorm van een ster. En dat vanuit die mooie legende de Davidster als krachtig teken van de Joodse gemeenschap van Israël uiteindelijk voortgekomen is. En dat vind ik eigenlijk zo'n mooie gedachte bij elkaar. De God van de zachte kracht, verbonden met het volk Israël. En ook verbonden met mij, althans zo voel ik dat. En wat mij echt aangrijpt is dat mensen sterven ook uit eenzaamheid. Dat kinderen niet meer kunnen bezoeken. Van die pijn moet jij ook horen en voelen. Ja, dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Afgelopen week hoorde ik van een begrafenis van iemand waar een deel van de familie ook ziek was. Dus die konden daar niet bij zijn. Toen heeft uiteindelijk de hele familie ervoor gekozen om het te bekijken via de camera. En is die man uiteindelijk alleen met de predikant begraven. In dit geval was het een crematie. Dat is zo in en in triest. En dat is zo wat je echt niet wil. Ook de discrepantie tussen de vele verdrietige dingen die er gebeuren en de enorme inzet van mensen, wat weer heel mooi is. Wat je bijvoorbeeld ziet in zo'n Renier de Graaf ziekenhuis. Er zit trouwens ook een vrouw aan de top en ze doet het, Karin Hilder, ze doet het geweldig. Dat zie ik overigens ook bij onze verpleegverzorgingshuizen. Dus dat is heel mooi om te zien. Daar wordt heel hard gewerkt, heel veel vrijwilligers, heel goed georganiseerd. En daar ben ik gewoon ontzettend trots op. En ik ben ook trots op gewoon alle activiteiten die er gebeuren in onze stad. Bijvoorbeeld ook onze studenten die ook allerlei dingen doen voor mensen. Een van onze Delftse studenten is medeoprichter van gewoonmensen.nl. Dat is een platform voor studenten. Binnen anderhalve week hadden zich daar in Nederland 40.000 studenten aangemeld. Nou, dat is toch gewoon geweldig. Maar ook in de TU worden natuurlijk prachtige dingen. Ze zijn bezig met mondkapjes, beademingsapparatuur ontwikkelen. Oh ja. Dus dat gebeurt allemaal in Delft. En ondertussen doen de kerken en de maatschappelijke organisaties en individuele mensen doen wat voor hun hand komt. En dat vind ik dus het hele mooie. Dus het is een tijd vol discrepanties, vol tegenstellingen. Ja.
Ja. Ik ga even toch wel terug naar een humoristisch moment uit je leven. Je kunt nu niet meer in de raadszaal vergaderen. Nee. Je kunt zo de beelden zien, hoor, ja, maar je moet iets mee willen. Nou, ik heb natuurlijk net als iedereen een iPhone, maar die heb ik altijd naast me liggen. En ik heb altijd een mooi zwart dingetje liggen waar ik mijn hamer op sla. Want als jij voorzitter bent van de gemeenteraad, moet je elk besluit timmer je af. Dus iedereen mee eens, waarvan akte. En dan ga ik intuïtief, ga ik altijd naar dat donkere plekje waar dat moet gebeuren. Maar op een bepaald moment was ik met mijn griffier, zat ik gezellig tijdens een vergadering. Maar die had even een papiertje over dat plekje. Dus dat was een witte plek geworden. En intuïtief zocht ik naar de zwarte plek. En mijn iPhone lag andersom met de zwarte achterkant. Ik denk, oh, daar heb je hem, tik. Maar het was wel heel komisch. Maar het is uiteindelijk helemaal viral gegaan, noemen ze dat. Hè? Dus het is een enorme... Het is een hit geworden, om het zo te zeggen. Ja. En mijn iPhone doet het nog steeds, dus gelukkig. We zien even de beelden. Ja. Ik kijk rond. De beraadslagingen kunnen gesloten worden. Ja, dat is één. Oh, sorry. Oh, dat is mijn iPhone. Ik dacht al. Je bent een hele snelle burgemeester. Want mogen we het even zien? Ja, tuurlijk, dat mag wel even. Dacht. Sneakers. Alleen maar sneakers. Ongeveer. Overwegend. Ja, leuk. Maar wat doe je dan? Het loopt gewoon heel lekker. En ik probeer dan dat verder netjes uit te zien natuurlijk. Want je blijft de burgemeester. En ik heb ook die rol te vervullen. Maar overwegend zijn de mensen er vrolijk en positief onder. En zolang dat zo is, blijf ik er ook mee doorgaan. Prima. Er moeten ook mooie en vrolijke momenten zijn in deze tijd. Ik wil naar een mooi moment toe. Want we hebben net het koor zien zingen. En vorig jaar was het koor van Hour of Power te gast in Delft, in de Nieuwe Kerk. En daarvoor ontving jij het koor op het gemeentehuis. En ik weet nog wel, die koorleden waren allemaal diep onder de indruk. Dat prachtige oude gebouw, wat ze niet kennen daar in Los Angeles. Ja. En de burgemeester die hen welkom heet. En dat deed je op een hele leuke manier. Zullen we even terugkijken naar die beelden? Prima. Welkom in de Nieuwe Kerk van Delft. Deze kerk is een symbool van oprechte eerbied en sterk geloof. Dear people from the choir. For decades, the story of the Hour of Power is inspiring millions of people all over the world. Therefore, I'm very happy and proud that your magnificent choir visits Delft in the beloved tour. Ik wens u een heel mooie avond toe, hier in ons mooie Delft. Dat was toch iets moois, hè? Het was geweldig, het was indrukwekkend. Wat ik zelf vind, ze zingen echt zo met volle overtuiging en met heel veel volume ook. Wat in die kerk natuurlijk geweldig tot z'n recht komt. Prachtige kerk en een kerk om in gezongen te worden. En dat gebeurde die avond. Laten we hopen dat ze nog een keer terugkomen. Dat heb ik ook. Maya, dank je dat je hier op Moederdag wilde zijn als burgermoeder. En je hebt heel duidelijk gemaakt dat je dat op een geweldige manier doet. Ik heb een Moederdag cadeau voor je. Dat ligt daar. Ja, heel mooi. De roze drijvel. Ja. En het is speciaal voor vrouwen. Zie je wat op de voorkant staat? Zij lacht. Ja. Nou, het gaat over Sarah. Ja. Ja, prachtig. Ja. Heb je een favoriet Bijbelgedeelte? Zeker, ja. Ik heb meerdere gedeelten die ik mooi vind, maar één gedeelte vind ik altijd heel mooi. En dat heeft ook te maken met waar we het net over hadden, hè, de impact van zachte kracht. En dat het vaak eigenlijk veel meer kracht heeft dan al dat groots en meeslepende. Maar dat zachte, dat enorm betekenisvol is. En ik vind ook de God van Israël is voor mij eigenlijk ook de God van de zachte kracht. En dat hij heel betekenisvol is, daar ben ik van overtuigd. Een mooi verhaal daarover is het verhaal van Elia op de berg Horeb. Elia staat daar en staat op het punt om God te ontmoeten. En God zegt tegen hem, ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie,
De Heere ging voorbij en een grote en sterke wind, die bergen spleet en rotsen in stukken brak, voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het zuizen van een zachte stilte. En het gebeurde, toen Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht met zijn mantel omwikkelde. En zie, een stem kwam tot hem die zei: wat doet u hier, Elia? Het zachte zuizen. Nou, ik vind dat een hele mooie omschrijving van de zachte kracht van de God van Israël. Ja, want de liefde is natuurlijk eigenlijk de zachte kracht. De liefde kan bergen verzetten. Aandacht, liefde. Ja. Je bent geliefd. Zo voel ik me wel, ja. En ik ook. Ja. Dankjewel dat je hier was. Kijk, je bent een parel in Gods hand. Ja. En dat geef ik graag aan je mee. Ja, het meisje met de parel. Ja. Dat is natuurlijk voor mij als Delftenaar met Johannes Vermeer natuurlijk helemaal een schot in de roos. Vandaar dat je hem krijgt. Dankjewel. Maar ik heb nog wat voor je. We hebben het over een hamer gehad. Ik heb nog een andere hamer voor je. En dat wordt even sjouwen, Maya. Oh. Dit is een stuk chocola van het varende ziekenhuis, Meusjeschip, je kent het. Je bent ambassadeur. En kijk, een beiteltje en een hamer. En dan mag je het geven aan een ziekenhuis of aan een verzorgingshuis. Namens jou en ook namens Hour of Power. En het is heerlijk. Oh, dus, geweldig. Ik ga dat zeker doen. Ja, dat wordt even goed nadenken. Zo ga je vol met moederdaggeschenken weer huiswaarts naar Delft. Dus, je mag er geen stukje voor je Antoine, je man afhakken. Nee, dat zal ik niet doen. Wij gaan luisteren naar muziek. Ja. Bridget Bentley. En die zingt over hoop.